Jaap, je leidt je eerste nederlaag met PEC Zwolle. Waar is die aan te wijten? Nou, omdat we zelf niet... Op sommige momenten vind ik dat de keuzes niet altijd even goed waren in de manier van spelen. Dat wil niet zeggen dat je heel slecht speelt, maar als je betere keuzes maakt, of je bent af en toe iets geduldiger, kun je misschien nog wat meer gaan creëren. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je tegen een ploeg speelt die op deze manier gaat voetballen vanuit het inzakken en dan zijn omschakelmomenten gaat kiezen. Wel gezegd is dat wij natuurlijk wel kansen creëren vooral het begin van de eerste helft. Ja, open kansen en die moet je ook gewoon maken. Omdat je weet dat je tegen een ploeg speelt die je niet zo heel veel weg kan gaan geven als ze het goed gaan uitvoeren. Dus dan moet je die balletjes erin prikken. Nou, dat doen we dan niet. Uiteindelijk hou je dan wel tot het einde, zeg maar de laatste paar seconden, de nul. En blijf je of probeer je te pushen en probeer je die mogelijkheden te creëren. Wat nooit niet altijd lukt, maar hou je er wel balbezit. En uiteindelijk komen zij dan op voorsprong met een verdwaalde voorzet, die valt erin. Ja, dan ga je de rust in met een heel ander gevoel natuurlijk. En weet je dat je dus de tweede helft moet gaan, nog meer gaan drukken. En weet je ook dat een tegenstander misschien nog meer gaat inzakken. Waardoor de ruimtes nog kleiner zijn en nog meer gaan gokken op de omschakelmomenten. Nou, in het begin van de tweede helft vond ik, hebben wij het niet goed genoeg gedaan. En was het een beetje onrustig. Daarna pakken we het wel weer op, hebben we wel de controle. Creëren we niet heel veel kansen. Krijgen we de rode kaart natuurlijk. Wat natuurlijk geen terechte tweede gele kaart is voor Younes, maar dat gebeurt. En uiteindelijk met 10 man krijgen we nog wel een paar momenten dat Gustavo doorkomt. Ja, waarvan je denkt, van ja, daar kunnen we misschien toch wel iets meer uithalen. Of dat had ook een goal kunnen zijn. Het was niet genoeg en uiteindelijk verlies je dan zo'n wedstrijd wat niet had gehoeven. Was het al met al wel jullie minste wedstrijd tot nu toe onder jouw leiding? Nou, de minste wedstrijd. Kijk, zo slecht, zo dramatisch was die wedstrijd ook weer niet. Ja, uiteindelijk weet je dat als je tegen ploegen speelt, je kan niet altijd tegen ploegen spelen en maar 10 kansen creëren. Vooral als een ploeg op deze manier gaat voetballen, dan weet je dat je maar een aantal mogelijkheden krijgt. Nou, dan moet je ze maken. En in elke wedstrijd geef je ook wel wat weg. En dat gebeurt ook, want het is heel moeilijk om absoluut niks weg te geven. Nou ja, dat zie je. En bij hen legt hij er wel in en bij ons niet. En dan verlies je zo'n wedstrijd. Dus ja, als je dan verliest, kun je dan zeggen, is dat je minste wedstrijd? Nou, ik vond dat niet bijzonder slecht. Maar bepaalde dingen tegen dit soort ploegen moet je ook gewoon beter uitvoeren. Dat is wel zo, ja. Je noemde het al even, die tweede gele kaart die Younes namelijk kreeg in de slotfase. Terwijl eigenlijk niet zo gek veel leek te doen. Hoe heb jij het gezien? Nee, nou, de actie wordt ingezet en hij komt er niet langs. En dan krijg je een opstootje dat Bekker naar hem toe loopt. Dan lijkt het dat hij wat zegt en de scheidsrechter reageert erop en kiest voor de makkelijke oplossing en geeft 2 gele kaarten. Ja, en dan moet hij eraf. En dat is natuurlijk heel spijtig. Ja. Ja, je zegt het nu heel, heel neutraal en heel zakelijk, maar ik neem aan dat jij ontplofte van woede. Ja, nou, het is natuurlijk ja, je kunt er heel veel van zeggen, maar je kan dat niet meer terugdraaien. En dat is natuurlijk het meest frustrerende. En je bent daar niet al te blij mee, dat klopt. Maar probeer je dan nog iets te beïnvloeden van de scheidsrechter? Van, ja, want ADO naait hem gewoon een tweede gele kaart aan en hij trapt erin. Ja, nee, dat is ook zo, ja. En uiteindelijk kun je daar niet zo heel veel aan doen. Ik kan wat zeggen tegen een vierde man en we kunnen na de tijd kunnen er misschien nog iets van gezegd en opmerkingen maken. Maar uiteindelijk moeten we gewoon verder. En in de voetballerij weet je ook dat dit gewoon gebeurt. En als een ploeg voorstaat en ze spelen tegen elkaar en er gebeurt wat. En er zijn spelers bij die expres een opstootje gaan creëren om iemand een kaart aan te naaien. Goed, je was uitstekend begonnen met de eerste 3 overwinningen. Nu 1 punt in de laatste 2 wedstrijden. Maar die gevaarzone blijft toch dichtbij, hè? Ja, maar ja, dat weten we toch van tevoren. Kijk, na 3 winstpartijen en een gelijkspel denkt iedereen maar zo dat wij maar even mee gaan doen voor de subtop. Maar ja, zo is het niet. En dat hebben we al weken hebben we dat lopen roepen. Dat we gewoon met de voet op de grond moeten blijven staan. En moeten zorgen dat wij gewoon de puntjes blijven sprokkelen om uit die zone te blijven. En uiteindelijk zo snel mogelijk veilig gaan geraken. Nou ja, en dat zie je vandaag weer. Dat het niet altijd even makkelijk is. En we moeten gewoon keihard werken om elke wedstrijd tot een goed einde zien te brengen.